En je zit erin, we zitten 1-1 voor VHK. Een hele aardige stand op het scorebord van 1 tegen 2, 71 minuten de voetbal. Edwin, was de wedstrijd VHK Wittepen. Nou, een van Nederlands grootste filosofen ooit, Johan Cruijff, zei: als je er eentje meer maakt als je tegenstander, dan win je de wedstrijd. Ja, dat klopt. Dat klopt, daar heb je gelijk in. Er zijn er wel meer van dat soort mooie uitspraken geweest. Nee, dat klopt. Dat is deze wedstrijd geweest. Ik denk dat wij genoeg mogelijkheden hebben gehad om de wedstrijd in ons voordeel te beslissen. En het geluk zat vandaag niet aan onze kant. Goede keeper bij Wittepen. Dus ja, dat maakt het ook niet makkelijker. Nee, klopt. Ja, goed. Tuurlijk, die jongen doet ook zijn hobby en dat doet hij goed. En echter, ja, ik denk dat wij de scherpte voorin ontbraken om beslissend te zijn, om wat rustiger voor de goal te zijn, om wat beheerster de hoek uit te zoeken. En, maar ja, die jongen die doet het goed. En we hebben in de tweede helft hebben genoeg mogelijkheden gehad, genoeg kansen gehad. Jongens hebben er keihard voor geknokt, ook om tot die kansen te komen. Ja, en dan is het heel zuur dat je niet met een overwinning van het veld afstapt. Want dat was in feite wel qua kansenverhouding, maar ook qua spel was dat wel zeker in de tweede helft voor ons. Ja, want we zitten in een beslissende fase van de competitie. Hè? We willen ons plaatsen van de na-competitie. Nou, een tweede plek is dan een zekerheidje, maar een derde plek nog niet, hè? Nee, goed. Kijk, je bent met 3 ploegen ben je bezig. En dan gaat er eentje waarschijnlijk niet halen. Ja, en wat we de komende weken hebben, dat zijn wel 2 finales. Nou ja, dat is alleen maar mooi om naar uit te kijken. Veel druk erop, veel spanning erop, veel toeschouwers. Dus mooie wedstrijden die je tegemoet kan zien. Ja, nee, dat is inderdaad wel. Dat maakt voetbal ook weer mooi. We spelen nu nog tegen PSV uit. Dus die staat, als ze vandaag winnen, ook op 40 punten. En Sierenbroek thuis, ja, die staat ook vandaag geloof ik op 40 punten. Dus het wordt een mooie afsluiting van de competitie. Wat deze toch wel denk ik een hele zware competitie is. Waarin wij het goed doen. Hè, boven verwachting vind ik zelf. Dus kijken wat we daar nog uit kunnen halen. Oké, bedankt. Volgende week en die week erop. Dankjewel. En je zit erin. We zitten 1-1 voor VHK. Een hele aardige stand op het scorebord van 1 tegen 2, 71 minuten de voetbal.